Ik ga bij jou beginnen. Wat fijn om jou hier te zien ontluiken, letterlijk. Ja, je bent er, je staat er en je shined. Dat is lief, dat is leuk om te horen. Het was lang geleden, dat in eerste instantie. Het is mijn tweede musical ooit. Ik heb ooit in een ver verleden de rol van Suske mogen spelen, wat fantastisch was. Maar toen heb ik eigenlijk vooral onderweg heel veel televisie gemaakt en heel veel muziek gemaakt. En de afgelopen jaren hadden Gert en Frank en zo verschillende keren gevraagd van Niels, zou dus niet meedoen? Lukte nooit. En elke keer als ik in die zaal zat en ik ging kijken, dacht ik, goh, dat moest zo tof zijn. En nu was het eindelijk gelukt, dus ik ben heel blij om erbij te zijn. En het is ook een eer, want het is zo'n fantastische productie. Ook die mensen rond u staan, zowel de mensen van achter als voor de schermen. En ik heb Charlotte Timmers in het echt ontmoet. Ja, groter dan dat wordt het niet. Je hebt net met een eye-roll op foto. Denk ik echt zo. Ja. Ja, Charlotte, hoe is het voor jou om in zo'n productie te staan? Knieën knikkend. Want ik ben daar dus ja, niet gewoon. En Niels heeft er ook veel meer podium ervaren. Oké, je zit dan misschien niet in musicals, maar je staat constant op podia. Ik niet. Dus ja, dat ineens. Waar, dat niet ja, nee, niet. Dus dat voelt echt wel als een heel nieuwe wereld. Dus ik vind het hier heel leuk, maar ik kom er wel met een bang hartje aan op sommige dagen. Secret, my secret's out. Ja, zijn er inderdaad moeilijke scènes waarbij dat je dat echt op voorhand in je hoofd doorneemt, dat je denkt van, oei, hier moet ik echt extra op letten? Er zijn zeker een paar mooie, complexere scènes om te spelen. Maar het was ook vooral al aanpassen in... Acteren is natuurlijk acteren, maar het is niet hetzelfde als voor een camera acteren. Dus daar heb ik al wel mij een beetje in laten gidsen. En ja, dat is... Charlotte en ik zijn ook altijd heel blij als we op de juiste kant van de zaal staan. Hè? Ze van Charlotte staat er, ik ook. Oh, dat is goed. Puur praktisch. ja, ze dienen hier veel meer meters te worden afgelegd dan op een set. Dus, en met al die uitgang en alles verwisselt constant... Je kunt alles miszitten. Ja. Desjardins en compagnie, dat vindt hier echt wel moeilijk terug in het donker. Ja, maar heeft hier zo, Jardin heeft hier zo subcategorieën. Hè? Kan ze zelfs al niet... Je hebt Wacht, misschien moet je even uitleggen voor de mensen thuis wat Jardin... Want mensen gaan dat niet weten. Cour en Jardin. Ja. Juist, Cour is links. Cour. Als je als acteur op het podium staat... Ja, waar je hart zit is Cour, links. Ja. En dat is Jardin. En normaal is dat eigenlijk hoe het gaat in het theater. Voilà. En hier is dat maal 36. Ja. Zoiets. En elke keer als je denkt, ja, nu weet ik het, denkte. Ah nee. Ah, nee, alles is hey Charlotte, je staat hier ook. Ah, je staat hier ook fout. Echt gedesoriënteerd in momenten. Ja, meer dan. Zwaar. Hoe weet je op een gegeven moment dat je vuurwerk moet ontwijken, dat je zoiets een vlammetje moet ontwijken? Hoe wordt dat dan? Want ik zie hier geen marks op de grond en zo staan. Klaar, hè, met de repetities, dus dat kan ik je nog niet vertellen. Maar we worden wel heel goed verwerkt. We hebben bijvoorbeeld, ik denk anderhalf uur aan een stuk veiligheidsmaatregelen aan boord gekregen, zeg maar. Om echt, want ja, een ongeluk is snel gebeurd. En je wilt echt niet dat iemand levend verbrand uit het stuk komt. Dus het is heel hard opletten. En ook vertrouwen op je collega's, dat is ook heel vaak. Want als degene naast u juist staat, staat jij meestal ook juist. Als die natuurlijk niet juist staat, dat is ook de reden waarom ik nooit naar Charlotte sta. Nee, ons gaat je niet veel samen zien. Ja, het woord spektakelmusical is echt niet lukraak gekozen, want het is echt wel spektakel. Hoe kijken jullie uit de komende weken nog naar die repetitie waarbij het echt voor het grote publiek, en dat het hier gewoon vol zit, dat jullie het kunnen lossen? Vandaag wel te voelen, zo van, alright. Dat vraag begint te worden. Ja, zo van, leuk dat mensen daar gaan kunnen komen kijken. Ik wou dat ik mensen was. Ik wou dat ik kon komen kijken. Ja, ik heb een kwartiertje mogen meekijken afgelopen weekend, toen mijn stand-in daar het speelde. Understudy. En dat was zo leuk om daarna te kijken. Dus ja, ja. Ik kijk uit naar de verderzetting. Het wat dat heel leuk is, hè, je hebt in een repetitieproces altijd dat je moet wennen, je repeteert, dat wordt zoiets beter, je voelt je wat meer op je gemak. Maar op een bepaald moment, dat de punt is nu aangekomen, zet het trots. Op wat wij samen aan het maken zijn. Ik merk dat ook als mensen zeggen, maar wat zijn we bezig? Dat ik heel hard zoiets heb met 14, 18. En ik praat daar vol glorie over. En dat is omdat we ook wel zien, dankzij de vele collega's, dankzij de anderen, dat echt iets is om fier op te mogen zijn. Dus dat is wel een heel cool gevoel. Zeg, hebben jullie ooit in het verleden dan gekeken naar de dvd's of de eerste versie gezien? Ik heb eigenlijk bewust niet gekeken. Want ik weet dat Jeremy bijvoorbeeld, die heel veel naar refereert. Ja. Ik heb dat niet gedaan. Ik ben nog aan het twijfelen of ik het ga doen. Misschien moet je het erna bekijken. Ja.
Echt zo'n kus mijn kloot. Of gewoon zo laten in uw eigen invulling, dan kun je ook niet refereren naar. Bedoel. Nee, voilà, daarom wou ik dat niet. Ja? Ik heb heel goed. Ja, heb jij? Ik heb hem één keer bekeken. Ik heb hem ook gezien destijds. Ik heb hem één keer bekeken, gewoon omdat toen mij de vraag werd gesteld, mij is de vraag gesteld geweest welke rol ik zou spelen. Oh, luxe, je mocht gewoon kiezen. Ja, en ik zei graag de rol van Charlotte Timmer. Ja, die was natuurlijk al ingevuld. Ik zeg, ja, doe dat maar Albert. Zo is het gedaan. Verpleegstertje. Koekoek. Was het bij jou meteen duidelijk dat het verpleegster ging worden? Ja. Alles aan het front was bezet, dus ben ik voor verpleegster gegaan. Ja. Ik hoop dat mensen de weg gaan vinden naar dit grote complex. Beter de weg gaan vinden naar de spektakelmusical 1418 dan wij de weg vinden binnen het pop-up theater. Ja. Al was het maar om ons te helpen de juiste richting uit te sturen, kom alsjeblieft kijken naar de spektakelmusical 1418. En het gaat ook nog plezant zijn. Okay. Niels en Charlotte, ongelooflijk dank. En veel succes. Dank je wel. Super.